Clip My Horse sprak met kerstverse Nederlands kampioen Frank Schuttert. In zijn kampioenspaard Go Easy de Muus heeft Frank opnieuw een paard gevonden voor het allerhoogste niveau. Frank vertelt over deze Go Easy de Muus en ook over hoe zijn carrière in de lift kwam toen hij 3 jaar geleden begon bij de stal van Jos Lansink. Het is natuurlijk mooi als je met verschillende paarden lukt, zeg maar, om tot grote prijsniveau te brengen. Goed, ik heb nog geen 5-sterren wedstrijd met hem gereden. Ik hoop wel dat hij binnenkort eraan komt en ik denk ook zeker dat hij dat niveau aan kan. Wat dat betreft nog heel iets anders dan Winchester en die Plesje, die hebben zich natuurlijk al helemaal bewezen op dat hoogste niveau. Deze moet het nog eigenlijk gaan doen. Oké, het Nederlands kampioenschap is ook al van natuurlijk een heel hoog niveau. Maar hoe dat daar straks op de echte grote wedstrijden gaat zijn, moeten we nog even afwachten, maar ik heb er heel veel vertrouwen in. Winchester won toen eigenlijk net voordat ik naar Jos ging, grote prijs van Amsterdam. Dus toen ik eigenlijk bij Jos aankwam, toen kon ik al eigenlijk wat mooiere wedstrijden rijden. Toen mocht ik mee naar Alain voor de landwedstrijd. Voor mijn eerste paarden was Iplesje van het Heiken. Die stond eigenlijk vanaf dag 1 bij mij op de lijst. Die was toen 9, denk ik. 9, ja. Had niet zo heel veel ervaring. Goed, natuurlijk was dat een heel goed paard, maar het was niet zo dat een kant-en-klaar iemand was waar ik direct dikke proeven mee kon rijden. Ik moest natuurlijk wel de paarden zelf eerst opbrengen. En dat was ook logisch. Maar het mooie was dat ik met Winchester mooie concoursen kon doen. Dus dat was voor Jos ook wel interessant om mij wel wat oudere paarden te geven die met Winchester naar de concoursen toe konden gaan. En zoals Ipesje van het Heiken toen ook, die kon mooi met Winchester mee naar Rome, naar Aken, de grote concoursen. En door die concours toen heeft hij natuurlijk ontzettend veel geleerd. Is dat allemaal heel snel gegaan toen. Oh, dus ik wil zeker proberen zondag zo goed mogelijk te rijden. Ik heb hem naar het kampioenschap eigenlijk helemaal niet meer gesprongen. Maar ja, hij is in vorm dus. Zullen we zien, ik heb hem gisteren, omdat hij natuurlijk in het Nederlands kampioenschap 4 zware rondes heeft moeten springen, heb ik hem gisteren 1 keer een klein rondje gereden, 1.35. En rijd ik hem in het 1.50. Dus vandaag, goed, dat gebruik ik nog niet, hoeft hij niet per se te winnen of zo, of dat dergelijke. Nee. Probeer ik hem meer eigenlijk voor te bereiden voor zondag. Zondag is natuurlijk een grote prijs. En op zo'n evenement dan wil je zeker proberen zo goed mogelijk resultaat te behalen. Even wat super. Frank Schuttert is uitstekend begonnen aan zijn autoseizoen. En zijn paard Go Easy de Muze is wederom in topvorm op Sesi Eindhoven. Deze zomer hoopt Frank opnieuw te schitteren op het allerhoogste niveau.